Welkom bij een nieuwe weekrecap waarbij ik een aantal hoogtepunten van mijn week laat zien. Voor deze recap beginnen we bij de zaterdag. Ik stond rond een uur of acht op, deed mijn make-up voor de dag en maakte een ontbijtje klaar. En vervolgens ging ik de stad in om een taart op te halen. Dit weekend stond namelijk mijn pre-birthday picnic op de planning. Het was enorm slecht weer, dus door de regen en al heb ik de twee kleine taartjes opgehaald. Ik ben er wel heel erg blij mee, want ze zien er echt super cute uit. Na de lunch ging ik een nieuwe matcha creatie maken, namelijk met aardbei. En voor een eerste keer was het prima gelukt, al zit er nog wel verbetering in. Later in de middag ging ik ons keukenkastje onder de wasbak opnieuw inrichten, want we hadden een nieuw opbergsysteem besteld. En in de avond had ik nog behoefte om naar de sportschool te gaan, omdat ik niet in de ochtend was geweest. En dat was alweer mijn zaterdag. Zondagochtend begon ik ook weer met een gymsessie en daarna ging ik me gelijk klaarmaken voor de dag. In de middag stond mijn pre-birthday picnic op de planning. Ik had een aantal vriendinnetjes uitgenodigd en de setting was echt perfect. Alleen werkte het weer niet mee, maar we hebben wel geprobeerd om het er beste van te maken. Voor avondeten hadden Rits en ik Indonesisch besteld en keken ondertussen een film. En voor de rest deed ik in de avond vrij weinig, wat ik overigens ook wel heel erg lekker vind. Maandag begon de werkweek weer. We hadden nog taart over, dus dat aten we voor ontbijt. Ik werkte een halve dag op locatie en de rest van de middag werkte ik thuis. En in de avond ging ik nog een video bewerken die dezelfde week nog online kwam. Op dinsdag stond er weer werk op de planning. In de ochtend ontbijt ik bijna altijd en tegenwoordig heb ik een nieuwe favoriet, namelijk ei op een wrap. Na het hebben ontbeten ging ik naar werk en mijn werkdag duurde ongeveer tot een uur of vijf. En 's avonds aten we pasta met zalm. En de laatste tijd eten we vaak aan de salontafel en kijken we tv. En dit is ook echt het enige moment van de dag dat ik tv kijk. Woensdag werkte ik maar een halve dag, dus ik ging in de ochtend naar de locatie en na werk hadden Rits en ik in de stad afgesproken om daar te gaan lunchen. We gingen naar een Japans tentje waar we nog heel graag naartoe wilden, dus daar hebben we lekker uitgebreid gegeten en als toetje hadden we nog een ijsje. Ik had de smaken matcha en vanille en deze combinatie is echt aan te raden. Later op de middag, toen we weer thuis waren, ging ik mijn make-up laden, even schoonmaken, opruimen en opnieuw inrichten. En dat heeft me eigenlijk woensdag bezig gehouden. Nu wordt het tijd om naar de donderdag te gaan. Ik werkte vanuit huis en in de ochtend heb ik eerst een wasje gedaan, want dit vind ik altijd fijn om te doen wanneer ik thuis werk. En voordat ik aan mijn werkdag begon, maakte ik ook nog even een matcha klaar. Matcha is gemaakt en nu wordt het tijd om aan het werk te gaan. In de avond sprak ik met een vriendinnetje af, mijn oude huisgenoot om precies te zijn. We deden een drankje en gingen vervolgens naar een Italiaans restaurant. En dat was alweer mijn donderdag op naar de vrijdag. De top die ik aan heb is nooit een top geweest. Het was namelijk eerst een jurkje. En die wilde ik eigenlijk weg gaan doen omdat ik hem toch niet meer heel vaak draag. Maar vanochtend dacht ik, laat ik er een top van maken. Dus ik ben de onderkant
eraf gaan knippen. Niet heel erg netjes, maar dat maakt ook niet uit, want het heeft hier een elastiek. Dus ik heb de overige stof daaronder gedaan. En nu heb ik hem top. Op vrijdag werkte ik een aantal uurtjes thuis en in de middag moest ik nog een kaart halen, want we hadden een afscheidsborrel van een collega. En eenmaal thuis maakte ik pasta pesto met kip en dat was alweer de recap van deze week.